Werd het dringen voor een plekje of zou de kerk leeg blijven? Voor het oefenen van de koraalliederen in de Hooglandse Kerk waren slechts 800 plekken beschikbaar en mensen moesten in het bezit zijn van een corona-toegangsbewijs. 320 mensen lieten zich daardoor niet tegenhouden en kwamen naar de kerk om de kelen te smeren voor Leidens ontzet. En de repetitie, die voelde weer als van ouds, ondanks het ontbreken van vaste dirigent Wim de Ru. Ik zeg altijd, je moet het op je eigen manier doen, je eigen wijze doen. Je moet nooit eens gaan imiteren. Hij heeft natuurlijk 30 jaar gedaan en heeft natuurlijk ongelooflijk veel ervaring. En het is natuurlijk ook een dirigent met een enorme naam, absoluut. En dat moet je dus natuurlijk wel op een gegeven moment natuurlijk proberen dat... Nou ja, te evenaren kan niet. Je moet je eigen invulling geven. En dat is alles wat ik doe. Mijn eigen invulling geven. En ik hoop dat iedereen het leuk vond. Ik kreeg de indruk dat iedereen het ontzettend leuk vond. Oh, prachtig. Ja, echt waar. Hij is bijna hetzelfde als Wim in de Reu. Ja, hartstikke goed. Ik heb echt genoten. En we hebben natuurlijk Wim de Reu gemist. Maar het is echt, hij heeft een fantastische vervanger. En ik heb echt weer genoten als van ouds. Ik vond het wel erg leuk dat hij dacht, ik krijg de kans nu, ik neem de tijd ook. Dus en hij deed het fantastisch. Maar het is een man met veel ervaring. Het is zo ongelooflijk leuk om met een grote groep, hoewel het natuurlijk veel kleiner is dan normaal gesproken. Ik geloof dat hij altijd 1500 zangers zit in deze kerk. Nu zitten er 200-300. Maar voor zo'n start, zo na corona, ik merk de warmte en de inspiratie van de mensen en de wil om te zingen. Het was wel bijzonder dat we voor het eerst weer een evenement hadden met publiek, sinds 2 jaar. Een beetje onwennig nog wel. We moesten ook weer even in tekstboekjes kijken hoe de teksten ook weer gingen. Maar het was gaaf dat we hier weer konden staan in rood en wit met al die prachtige liederen. Dus we komen in de stemming. En hoe heb je voorbereid? Dan zou ik even iets moeten laten zien. Mag ik even iets pakken? Kijk, ik heb alle teksten uitgeschreven, niet verder vertellen. Alle coupletten, want anders krijg ik dat niet erin. Dus ik heb ze echt handmatig erin moeten zetten, zodat ik precies wist waar het zat. Want één zo'n melodielijntje en al die coupletten, dat gaat mij niet lukken. Dus het was even een monnikenwerk, maar ik had het er graag voor over. Maar zo heb ik mijn partituurtje kunnen instuderen.